Joel Martinez, ook bekend als Bordeaux of Money Hunt, is gearresteerd in Brazilië. De aanhouding vond plaats in de stad Belém, zo meldt het Openbaar Ministerie. De 41-jarige ABAP-functionaris werd zowel nationaal als internationaal gezocht. Martinez zal waarschijnlijk worden uitgeleverd aan Frankrijk, waar hij een gevangenisstraf van 8 jaar moet uitzitten vanwege zijn veroordeling in maart 2019 voor cocaïnehandel. Sinds november 2022 wordt Bordeaux gezocht door de procureur-generaal van Suriname. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij moord, medeplegen en medeplichtigheid aan moord en doodslag, bedreiging, deelname aan een criminele organisatie, overtreding van de wet verdovende middelen en schending van de wet money laundering. Hij werd later toegevoegd aan de Interpol Red Notice lijst. In Suriname wordt Martinez ook gezocht in verband met een drugsvliegtuig dat in 2021 werd ontdekt en opgegraven.